In Gemert-Bakel wonen 20 gezinnen die niet genoeg geld hebben voor het dagelijkse eten en drinken. De wethouder wil ze een pasje geven waar geld op staat, zodat ze boodschappen kunnen doen. Niemand hoeft straks te weten dat je je boodschappen niet kunt betalen, want je krijgt gewoon een bankpasje waarmee je kunt afrekenen. Dus het idee is gewoon om proberen mensen ook het gevoel te geven dat ze in de samenleving gewoon mee kunnen doen. En dat kan dan ook via dat pasje. Dan kunnen ze gewoon hier aan de kassa of in elke buurt super kunnen ze dan winkelen. De 20 gezinnen uit Gemert-Bakel zijn nu nog aangewezen op de Super Sociaal, de voedselbank van Helmond. Hier krijgen ze gratis boodschappen of ze betalen maximaal 20%. En ook al mogen ze hier zelf hun boodschappen uitkiezen, toch klinkt een eigen pas toch ook wel aantrekkelijk. Het zou beter zijn, het is altijd maar hier winkelen. Ja, het is, je hebt hier ook niet echt alles wat je nodig hebt, altijd. En dichter bij huis kan ik gewoon bij de winkelcentrum waar wij wonen gewoon boodschappen doen. Dat is eigenlijk wel ideaal. Mag ik van u 8 pakjes Marlboro? 8 pakjes Marlboro. Dat is dus niet de bedoeling, hè, dat je je geld gaat besteden aan pakjes sigaretten. En dat gaan ze streng in de gaten houden. Hij moet die bonnetjes inleveren. Op die bonnetjes zit rekeningnummer. En dan ga je uit de bonnetjes kun je zien wat iemand koopt. En dan, als je dan ziet dat alleen maar sigaretten kost, dan heeft hij een probleem. Gemert-Bakel wil een gezin tussen de 50 en 100 euro per week geven. En er zijn al organisaties die belangstelling hebben om te sponsoren. Super Sociaal in Helmond is bang dat zo'n armoedepas, zoals de gemeente Gemert-Bakel wil, niet genoeg is. Ik denk dat het te summeren is. Als ik kijk hoe ongelooflijk intensief onze vrijwilligers die het klantenspreekuur doen. Nou, dat is een heftige baan wat zij hebben. Eind maart is er in Gemert-Bakel een armoedeconferentie en dan wordt het plan uitgebreid gepresenteerd.